Alright, welkom bij een nieuwe video vanuit Los Angeles. Vandaag een iets ander type video dan normaal. Ik zag vroeger altijd één iemand zo lopen over de straat in Los Angeles. Zo met al die beroemde Beverly Hills straat op de achtergrond. En ik dacht, weet je, ik ben hier nu toch. Laat ik ook eens zo'n video maken. Want het is gewoon een mooie cover om mensen te inspireren met wat er mogelijk is. En vandaag wil ik het specifiek hebben over waarom ik hier ben. En waarom het ook belangrijk is, denk ik, als je al een bepaald punt hebt bereikt in je business, om af en toe dit soort reizen te maken. Kijk, ik heb van een van de mensen waarvan ik heel erg heb geleerd, is Naval Ravikant. Naval Ravikant, reed even een hele mooie auto langs. Naval Ravikant. En wat hij zegt voor als je in je 20 jaar bent, hij zegt dat dan drie dingen het belangrijkste zijn om te beslissen. Als je 20 bent, zijn er drie dingen, die drie beslissingen die je moet maken die de meeste impact hebben op de rest van je leven. De eerste plek is waar je gaat wonen. En dat is ook een van de redenen waarom ik nu meerdere plekken op de wereld bezoek. Ik wil enerzijds mooie plekken bezoeken en wat reizen, maar ik ben ook gewoon aan het kijken waar ik wil gaan wonen voor in de komende jaren. Kijk, als je uit Nederland komt, Nederland is niet de enige plek waar je per se hoeft te blijven wonen als je dat wil. Je kan ook, er zijn echt heel veel andere hele mooie plekken op de wereld. Ik ben op dit moment dan in Los Angeles, omdat ik hier in Las Vegas moet zijn. Las Vegas is dichtbij Los Angeles voor een workshop van Hormozy. En het is echt een prachtige stad, dus het stukje, ik weet nog niet zeker of ik hier ga leven, maar tot nu toe van alle plekken die ik bezocht heb, vind ik dit wel echt een van de mooiste. Dus dit is echt een prachtige stad. Maar ook bijvoorbeeld Madeira ben ik geweest, vond ik wel leuk, een aanradertje, 8 uit 10. Ik ben op Koh Samui geweest in Thailand, ook een hele mooie plek, alleen minder voor ondernemers denk ik. Gewoon wat meer als je een chill vakantie eilandleventje wil. Kijk, waar ben ik nog meer geweest? Ik ben in Valencia geweest. Vond ik niet heel bijzonder persoonlijk. Ik ben in Koh Samui, Valencia, Madeira. Ja, en Las Vegas dan was ik de vorige keer voor een workshop van Hormozy. Heel eerlijk. Vond ik echt geen bijzondere stad. Ik ben niet echt into casino's of alcohol of allemaal dat soort dingen. Dus als je dat wel leuk vindt, dan is het echt een fantastische stad voor je denk ik op het nachtleven. Ik vond het niet bijzonder. Los Angeles vind ik echt mooi. Dus Los Angeles is echt een topstad om een keer heen te gaan. Maar weet eens, een van de belangrijkste beslissingen om te maken is waar je gaat wonen later. Want je omgeving heeft een reusachtige impact op wat je gaat bereiken en hoe je dat wilt doen. Dus ook, ik zou ook zeker Naval zijn boek even uitchecken. Dat heet De Almanak of Naval Ravikant. Echt een supergoed boek. Lees je in 3 uurtjes doorheen. Super waardevolle inzichten. Hij zegt, het tweede wat je wil gaan beslissen wat belangrijk is om te doen in je 20 jaren is... belangrijk om te kiezen is wat je gaat doen. Dus wat je baan wordt, welke skill of wat voor onderneming je gaat doen. Kijk, en ook daarvoor, dus het stukje de want dat bepaalt gewoon wat je sowieso de komende 10 jaar dan waarschijnlijk of de richting die je op gaat bepaalt dan ook voor een groot deel wat je gaat doen in de komende jaren. Dus kijk goed naar wat wil je doen. En als je soms vragen mensen me ook van Michel, wat voor business zou je starten of wat zou jij precies doen? Ik zeg altijd van ik probeer in de juiste richting te gaan. Dus bijvoorbeeld van werk je liever met je handen of met je brein? Dan kun je al de eerste beantwoorden. Stel je werkt, de meeste mensen die ik spreek werken liever met hun brein. Dus ga ik even vervolgen vragen van ben je dan meer van iets zeggen of met mensen praten? Of ben je meer van het woorden, van schrijven? Of zo, of met woorden of iets zo doen of gewoon iets typen. Dan zeggen ze vaak nee, ik wil graag niet met mensen werken of wel met mensen werken. Stel je wil niet met mensen werken of zo, dan is het ook nog heb je dan meer iets met cijfers? Heb je meer iets met tekst? Werk je liever met tekst, woorden of cijfers? Dan is het van liever met woorden. Dan is het zijn het dan woorden die verkopen of woorden die leveren? Dat is een gevoelig geluid, hè? Zijn het dan woorden die verkopen of woorden die leveren? Dus dat is bijvoorbeeld sales of recruitment of delivery. Dan kun je bijvoorbeeld copywriting doen voor recruitment, copywriting voor marketing. En dan is bijvoorbeeld verkopen, dan is dat is het leveren. Dan kun je bijvoorbeeld een customer service kun je daarin gaan starten. Maar het is het belangrijkste denk ik dat je kijkt van welke richtingen vind ik interessant. En dan vind je vanzelf wel je pad. Ik ben ook begonnen als Facebook advertentie lead gen agency. Vervolgens ging ik funnels bouwen. Toen was het marketing consulting voor coaches en dienstverleners. En nu toen op een gegeven moment ontdekte ik LinkedIn en kwam ik bij LinkedIn consulting uit. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om de juiste richting te kiezen. En dan... dan loopt de rest wel los na een tijdje als je dan volhoudt en de moeite erin stopt. Hij zei dat het derde wat belangrijk was. Dus het eerste is waar je gaat wonen. Het tweede is wat je gaat doen. En het derde is je partner. Want er is niemand in je leven die zoveel impact heeft als je partner. Waarmee je meer tijd gaat doorbrengen dan jouw partner. Want het stukje is zo ontzettend belangrijk als ik er zo over nadacht. Heel eerlijk, ik heb nu,
Eerder vond ik dat het irritant als ik geen vriendin had. Ik vond het jammer. Ik dacht, hey, het zou toch wel leuk zijn om een vriendin te hebben. Achteraf heb ik echt van zoveel mijn mentoren gehoord van, hey, ik denk dat je heel erg blij mocht zijn omdat je de afgelopen jaren geen vriendin hebt gehad. En misschien denk je nu van, hè, hoezo? Maar laat me je dan uitleggen waarom. Kijk, je kan een, volgens hun, dus ik ben niet ervaren hierin, maar volgens hun zeiden ze van, hey, je kan met een vriendin, of het is een schot in de roos, of het is echt iemand die je helemaal support en die je dromen, die je groot laat denken, die jou, ja, wijs van spreken, in je steeds zelfvertrouwen geeft, die in je gelooft als jij even niet meer in jezelf gelooft. Vaak is dat alleen niet zo. Vaak is het iemand die juist die je comfortabel maakt, die juist niet in je dromen gelooft, waarvoor jij dingen moet doen die je eigenlijk net niet wil, of je moet compromis maken. En ja, dat is gewoon een stuk minder handig. Dus wie weet, als ik een vriendin had gehad, je kan het leven niet splittesten, dan was ik hier vandaag ook niet geweest. Of dan had ik ook geen business gehad nu op dit moment. Dus dat is iets waar ik me steeds meer realiseer de afgelopen tijd. En ja, ik zou dus ook zeker, dus nu ben ik ook blij dat ik, want ik denk als ik er toen in gekozen had, dat ik niet degene had gekozen waarmee ik nu het gelukkigst zou zijn. En dat met de informatie nu, dat ik gewoon veel beter iemand kan kiezen die werkelijk bij me past. En waarmee ik op de lange termijn ook heel gelukkig ben. Dus kort wat mijn mentoren erover aanraden. Ik ben geen expert hier, maar misschien zijn jullie nieuwsgierig. Zorg voor een soortgelijke visie. Dus dat ze ongeveer hetzelfde doen in het leven wat er anders gebeurt. Stel je voor, jij wil heel graag iets groots bouwen en zij niet. Ja, dan moet je elkaar gaan tegemoet gaan komen. En dan, ja, is minder, hoe minder je elkaar tegemoet hoeft te komen, hoe beter het is. Je wilt het liefst volgens mij mentoren hebben dat jouw default mode. Kijk, heel veel mensen vinden het bijvoorbeeld niet fijn als iemand heel hard werkt en ambitieus is. Maar er zijn ook andere vrouwen die dat wel heel fijn vinden. En dan is de default mode, is als jij gewoon hard wil werken, dan kun je dat gewoon doen. En daarmee een succesvolle relatie hebben als het ware. Dus een soortgelijke visie, soortgelijke persoonlijke waarden zijn belangrijk. Dat zijn twee dan hele... Sorry. Mooi man. Oké, dus een stukje de... Dat zijn een paar tips daarover. En ja, dat was eigenlijk de video voor vandaag. Hoop ik heb hier wat waarde uitgehaald. Deze drie beslissingen. Denk er dus goed over na. En ook een van de redenen waarom ik nu dus meer reis en dat als productief zie, is omdat ik dus aan het kijken ben van, hey, waar wil ik gaan wonen in de komende jaren? Als je ooit ergens deze kant op wil komen, kan ik Los Angeles aanraden boven Las Vegas. Als je in ieder geval, ook niet zoals ik, echt in het into casino's, nachtclub, alcohol en zo bent. Voor nu, tot in de volgende video. En we spreken elkaar.